met de kleintjes, hè. '88 jaar is hij, oud-melkveehouder Piet Riemens. En hij is weer even terug op zijn boerenerf in Hoek. Hij is er geboren, opgegroeid en nooit meer vertrokken. Zijn bedrijf is intussen overgenomen door zijn neef. Maar ja, het blijft trekken, hè. Dus hij komt er nog vaak. Oh, ik loop er nog zoveel niet meer tussen, want dat kan ik ook niet meer. Ik kan niet zo hard meer lopen. We praten over de Fokveedag in Oostburg. Begin jaren 30 wordt die voor het eerst georganiseerd. Een jaarlijks festijn voor veehouders uit de omgeving. Jongens, lekker, hè? Ja, er is genoeg voor iedereen. Dierenarts Mike van de Vijver kent de fokveemarkten uit de verhalen. Zijn grootvader die kwam hier. Dat was een van de eerste die had de keizersnede bij de koei. Het verliep allemaal goed. Hé, hey Dolf. De vader van Mike was ook al geen onbekende in de streek. Van hem heeft hij de trekpaardenkeuring overgenomen. De paarden onder elkaar ook steeds. Lekker kriebelen. Een beetje in de manen bijten. Een beetje snuffelen aan de neus. Wat bij een trekpaard natuurlijk ook altijd heel erg aanspreekt, is de kracht die ervan uitstraalt. En toch ook de rust. Fijn met mensen. Heel fijn onder elkaar. Op de fokveedagen stond het rundvee centraal. Maar er waren ook allerlei andere dieren. Paarden, schapen, geiten. Vroeger had je vooral gemengde bedrijven. Ja, 10 koeien op een rijtje, een paar trekpaarden voor het werk, een paar varkens. Een paar kippen en dan ook een stukje land. En dan vaak was zo'n bedrijf ook zelfvoorzienend. De dieren komen uit heel West-Zeeuws-Vlaanderen. Koeien uit de buurt worden lopend aangevoerd. Tijdens de fokveedagen worden de dieren gekeurd en gekocht. De keurmeesters die dan aangeven van wie zijn er hier de beste, wie winnen de rubriek. En wie wordt er de dagkampioen. Waar in elkaar is concurrent. Dit is de paardenkeuring in Zierikzee. Ook voor het publiek een prachtig evenement. Hier de fokveemarkt in Goes in 1963. De dieren moesten goed voor de dag komen. En dat ging niet vanzelf. 2-3 weken voor het begon, dan begon hij met die koeien te trainen. Die moesten netjes leren lopen. Die gaan niet te zijn mee. Die moet leren lopen aan de hand, met zijn kopje naar boven. En die staart weer dan ook geknipt en die pluimen van de staart weer uitgekamd. En zorgen dat ze goed in conditie staan. Dus dan moeten ze goed eten en dan moeten ze helemaal rond staan. En dan worden ze al flink gewassen van tevoren. En dan de avond van tevoren nog eens flink wassen en boenen. Ja, dus de manen worden mooi ingevlochten met prachtige kleuren vlechten. De staart wordt ingevlochten. Dus het toiletteren is ook echt wel een ambacht. Piet ging niet voor de handel naar de fokveedag, maar voor de keuring van zijn vee. Door de keurmeesters werd echt op van alles gelet. Ja, of wat die koe goed kon gaan, als in de kreupel was of het een of de andere. Of wat die goede stappen. Dat was ook altijd een heel voornaam iets. Die spin moesten er goed onder. Ze zeiden altijd, die vier spin die moet in de stoof kunnen. Ja, in de stoof. Nou, vaak op een keuring wordt dan één voor één elk paard in stilstand bekeken. Nou, dan mag hij een stukje stappen en dan een stukje draven. En dan, dan maakt de jury zijn notities. Ja, dat gaat over heel veel verschillende zaken, over de bouw. Over de hoogte, de lengte, breedte, de bespiering. Het gaat ook vaak over uitstraling. Nou, op het einde van de dag worden de rubriekskampioenen verzameld en die gaan in het dagkampioenschap. Ik had 3 of 4 achter elkaar kampioen geweest. Op de fokveedagen werd niet veel gehandeld. Daar waren weer andere markten voor. In Axel bijvoorbeeld.
En dat was hoofdzakelijk voor vleesvee. Want dan is het in Zuid-Vlaanderen onbekend dat er zo'n goede slagkoeien waren. Met die oude veehandelaren en dan met het handjeklap, hé, dat de handel wordt beslecht. Ja, ja, nee, mooi. Terwijl het platteland veranderde, de trekpaarden verdwenen door mechanisatie en melkveehouderijen alsmaar groter en groter werden, kwamen er ook steeds meer regels. Die koeien moesten eerst bloed getrokken worden, dan was ze niet ziek worden. En de eerste jaren dan was dat allemaal niet nodig. Maar die laatste jaren werd dat steeds strenger. En op de uur zo streng was het niet meer uit te voeren. Jammer, want het was ook gewoon gezellig, toch? Ja hoor. Naar Noord-Rand ging men een keer gezamenlijk uit. En dan werd er nog eens nagepraat. Mark is nog altijd actief betrokken bij de trekpaardenkeuringen, die om nostalgische redenen nog altijd plaatsvinden tijdens folkloristische dagen. Bijvoorbeeld in Sluis. Net als zijn vader en zijn opa. Hoe kan het ook anders? Ja, je ziet ook vaak op keuringen, dat zijn hele families. Dan is het opa en oma en de kinderen met de trekpaarden en dan de kleinkinderen die gaan ook mee. En vaak ook trekt het enorm veel publiek. Een mooi feest, een gezellig samen zijn van paardenliefhebbers, toeristen en mensen uit de streek.